Hallo, ik zal niet thee. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Roes en de Dragonslayer. Vorige aflevering ben ik hier gebleven. En we hebben vandaag sowieso nog één dingetje nodig voordat we niet Cursed Tide kunnen gaan completen. En dat is 30 magic. Dat is het enige gedeelte of requirement die ik moet doen. En waarom heb ik geen armor aan? Wat is dit? Daar is allemaal armor heen. Die heeft mijn armor gejaagd. Jongens, ik ben gehackt. Of iets. What the fuck is al mijn armor? Vindt dat met die nieuwe smidding of zo rework te maken? Of what the fuck? Ik heb in ieder geval geen idee. In ieder geval, ja, zoals jullie waarschijnlijk deze aflevering nog wel kunnen horen, is dat ik verkouden ben. Zoals nu. Dus. Ja, dat is een beetje een lastig probleem, want ik was deze week ook al ziek, dus gaat dus heel positief. Ik ga dus gewoon eventjes voor magic nu een beetje focussen, denk ik. Dus wat voor armor is precies handig? Pff, weet ik veel. Ik doe niet zo vaak aan magic, dus dat is een probleem. Dan wil ik wel graag level 30 hebben, en zodat dat bij combat skill misschien ook een beetje mogelijk krijgen. Wat is handig? Ik ben ook een nee. Of is het Cutix? Nee. Wat is handig? Nog een equipment in de mij? Nee. Self-equipment? Nee. Ik ga het gewoon even opzoeken, want ik zal het echt bij god niet weten wat ik dan precies nodig heb. Nou ja, in ieder geval. Ik had dus ook. Van de week gewoon eventjes de griep voor een aantal dagen, dus dat is ook behoorlijk irritant. Maar ja, ik ben nu behoorlijk beter. Nog niet helemaal, maar komt vanzelf alweer, hoop ik. Magic Armor, we zien. Magic Armor. voor level 20? Is daar iets voor? Level. Waarom level. Oh nee. Dat hebben ze zo gewoon gespecificeerd als. Hoe heet dat? Constitution, defense en zo. Dat hebben ze er gewoon bijgerekend. Dus ik moet dus iets hebben wat voor mij handig is. Nou, ik heb geen 65. Geen 65 magic, dus corrupt Surreal's equipment. Wat hem niet? Ik denk dat ik voor Spider Silk ga. Want die heeft gewoon een heel volle equipment set. Dus even zien. Maar ja, zoals ik al zei, er is dus nu ook een nieuwe rework van de. Van Mining and Smithing. Ik heb het zelf al een beetje geprobeerd, maar ik snap daar nog niet echt heel wat van. Misschien dat ik het ook nog wel eens een keer laat zien in de. In een van de afleveringen. Ik zal het eigenlijk nog niet weten wanneer, maar komt nog wel, denk ik. Even zien, dat is dus de hoed. Dus het gaat even een beetje tijd duren. Ik denk ook niet dat ik deze aflevering echt heel lang ga maken. Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat mijn verkoudheid behoorlijk irritant is. Rond top. Ik moet dus behoorlijk wat hoger. Irritant dat ik dat wel heel de tijd moet opnieuw inklikken. Misschien deze gooi ik gewoon even op 10.000. Dan komt er vast wel een prijs uit. Nog niet. Jeugd. Wat heb die kring niet verkocht of zo? Voor hoeveel willen ze die fucking ding hebben? Ik ga er geen 100k of zo voor betalen. 50k is max. Nee. Zo. 50.000. Laatste avond. Top. 20.000 willen ze het wel inkopen. Wauw. Waarom zo hoog? Waarschijnlijk omdat niemand het gebruikt of zo. En dan wordt de prijs gewoon veel hoger. Dus gewoon een beetje op. Nee, niet 200.000. 20.000. Volgens mij wordt dit echt een aflevering van
beulen of zo, weet ik veel. Nou, 5k, ook alweer. Spider Silk. Jij begint blijkbaar type. Nou, pak ik jou wel eerst. Kopen, dus. 50.000. Ja. Die komt er wel. 5.000. Oh, dat is wat te doen. Ook heb ik dan nog wel goed voor de. Die Silk Rope Bottom. 20.000, laat ik er wel voor gaan. Jij mag! Dan denk ik weer te laag te gaan en dan denk ik weer te hoog te gaan. Echt, geef me een middelweg of zo. What the fuck? Ik blijf aan het typen. Is dat ook handig? Als je magic gebruikt, dan gebruik je meestal een staf die je beide handen moet gebruiken. Dus dat is niet handig. Dus dan hoef ik echt alleen nog maar de boots en de rope bottom. Nou, deze gooi ik gewoon op 100.000, anders moet ze maar kijken hoe ze het doen. Moet ik maar kijken hoe ik het doe. Ja. Als ze dan olie willen kopen, kom op zeg. Ik ga geen fucking niet allemaal geld eraan uitgeven. Ben je gek? Nou, dan doe ik het wel zonder de rope bottom. Ook goed. Jou nog even op 100.000. Moet het vast wel kunnen worden. Oké. Dan doen we het gewoon zo. Jammer maar helaas. Oh, dit is mijn armor. En hier heb ik alleen nog een wand nodig. Okay, deze dingen mag wel weg. Oké, wat voor een spels kan mijn persoontje al casten? Dat is wel even goeie. Bijvoorbeeld iets van earth of zo kan ik gooien of zo. Of iets van water. Oké, water kan ik sowieso. Waterbolt. Dus dan moet ik even waterstaf halen. Als ik het goed heb. Warrior Staff. Staff of War. Magical Staff. Laten we deze ook maar even een beetje omhoog krikken. Nou, deze verkoopt al voor een hele prijs. Top. Dit is ook al geniaal. Die particle flex die erbij komt. Combat. Dat vind ik altijd wel een beetje jammer. Je hebt toch wel weer shit nodig voor die airrooms. Eigenlijk kun je beter gewoon met deze gebruiken. Gewoon de airbolt. Laat ik dat gewoon doen, want dat is een stukken goedkoper. Zo dus weer runes. Dus never mind. Dus deze gooi je gewoon even op 1 GP. Nou, we hebben ongeveer geen verlies gemaakt met die staff. Oké, air staff. Ach nee, tuurlijk, dat vindt hij weer niet. Maar ja, Staff of Erf, dat vindt hij wel. Die specifieke twee dingen, die vindt hij. Vindt hij dan weer niks voor? Maar als je ze er 3 hebt, dan wel. Een beetje vaag, vind ik. Maar ja, wie ben ik om te zeggen wat beter is? Kijk, deze moet ik even een beetje hier naar voren moven. Zodat ik wel even deze. Een beetje gefocust kan houden. Nou eens even zien. Airbolt. Wat is daar goed tegen? Deze die wil wel even hier en deze wil ik al. Daar, nee. Jij daar. Oké, wat is goed tegen Airbolt? Staff. Ik ga gewoon even opzoeken. Kan ik best even zien. Air staff. It is one of the most popular staffs in RuneScape. Ja, yeah, no shit. Because of its limited power of source of air runes. Dat was eerder niet zo. Eerder moest je gewoon nog runes verkopen, maar gelukkig hoeft dat niet meer. With 85 crafting place, maar dat is een shade school. Oké, maar daar ga ik even niet voor. Nee,
Magical Staves. Wat is woed tegen... Ik ga het gewoon op internet zoeken. Niet moeilijk doen. What is weak against air spells? Weak to air spells. Daar kom ik vast wel wat tegen. Weak to air spells. Ja, dan kom ik gelijk Adamant Dragons tegen. Nee, dat is ook wel free to play. Kous. Dat kan wel eens een goed idee zijn. Gewoon om koeien te vermoorden ofzo. Laten we daar gewoon naartoe gaan. Dan zien we vanzelf al. Ik ben gewoon nu al 11 minuten bezig. Ik ben gewoon alleen een beetje equipment regelen voordat we überhaupt ergens mee kunnen trainen. Dat is pas efficiëntie, hoor. Anyway, we hoeven maar 6000 XP of zo. Dus. En dan kunnen we eindelijk een quest doen. En dan kunnen we weer gefocust op de welbekende Dragon Slayer quest. Nog steeds niet. Wat is dit voor bullshit? Kou is niet weak tegen air, dat is earth. Hoe outdated is die website? F2P. Air. Spel. Weakness. Zes. Ja, hier staat ook weer kou, maar de kou, dat is... Weakness. Ik kijk nu even op die wiki en dan staat er weer Earth Spells. Dat is echt niet up-to-date volgens mij. Nah. Gooi ik ze maar gewoon op die kous. Boeien. Komt wel goed, YOLO. Deze keer dat ik een beetje magic weer gebruik. Een tijdje. Kijk maar, ik had het wel goed. Gebruik gewoon twee handen. Dus als ik nog een schild aan bij had gekocht, was het toch niet roze. Ja, en Preer hoef ik ook niet meer te hebben, want 7 punten heb ik toch al. Ik denk dat ik beter even op kan zoeken waar ik beter mijn magic kan gaan trainen. Oh wacht, die bij de koppeling is, die zijn wel weak tegen air, maar ach, maakt niet uit. Ik het is echt niet makkelijk. Ja, ik kijk in ieder geval wel eventjes wanneer ik wat vrije tijd had om eventjes te trainen in de tussentijd. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later!